Goedendag beste kijkers, mijn naam is Monique van Bijnen. Dan nu weer onze uitagenda voor de maand april. Maakt u zelf een keuze uit onze tips. Het is nooit te laat voor een goed doel. Onder deze titel kunt u op vrijdag 8 en zaterdag 9 april in Cultureel Centrum Den Hert in Bladel 2 avonden genieten van de beste tonpraters en de topband uit de regio. De opbrengst van de avonden gaat naar de KWF kankerbestrijding. U krijgt optredens van Mijn Broer Zijn Broer, Jack Fosters, De Drie Gezusters en Sam van der Borne. En na dit vermaak wordt er ook nog plaats gemaakt voor live muziek. De avond begint om 8 uur 's avonds en de entree is 10 euro. Kaarten kunt u bestellen via nummer 06 20 59 42 91 of mail naar ad6bladel@gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.denhert.nl. En Jazz in Eersel organiseren samen een feestje in de Muzeval in Eersel op vrijdag 8 april. In de grote zaal vindt dan een optreden plaats van de big band Mr. Pink. Tijdens dit live dance event worden er klassiekers uit de dance scènes gebracht door deze nationale bekende coverband. Kaarten in de voorverkoop kosten 9 euro en zijn te koop via de Muzeval, maar ook via www.paperclip.nu en www.jazzineersel.nl. Kaarten aan de deur, die kosten 12 euro. 30 april wordt als vanouds de grote Koninginnenmarkt in Hapert gehouden. In het centrum van Hapert vind je naast de traditionele kunstmarkt vele kraampjes met tussendoor diverse live optredens. Dit alles is tussen 10 uur en 5 uur. In Lagemierde wordt de grote tent op het dorpsplein weer opgebouwd voor de volgende editie van de Nacht van Oranje. Er zijn weer 3 bands vastgelegd die de garantie afgeven voor een spetterend feest. Nasudet Connectors, een band waar Meers bloed in zit, en band Full Play wordt er afgesloten met Gerry en de Walnoten met muziek van AC/DC tot Hazes. Kaarten kosten in de voorverkoop 6 euro en zijn verkrijgbaar via www.nachtvoororanje.nl. In Cultureel Centrum De Kei is op zaterdag 16 april het tweejaarlijkse evenement plaatselijk op de planken. Dit keer zijn er optredens van Simply Folk, Freek en Stijn Lauwers, De Maaslanders, a cappella groep Den Heren en het koor Music to Move. Het begint om 8 uur 's avonds en de entree is 6 euro. Zusters in Zaken heet het nieuwe toneelstuk van toneelvereniging Den Eenakter uit Hapert. Op zondag 10 en 17 april en zaterdag 16 april wordt dit blijspel gespeeld in Den Tref in Hapert. 4 nonnen in een klooster dat nagenoeg failliet is en de moeder overste weet het ook allemaal niet meer. De pastoor wordt geraadpleegd en ook een projectontwikkelaar brengt misschien wel redding. Kortom, de zusters gaan in zaken. Een dolkomisch blijspel dat zich afspeelt in een klooster in nood. Kaarten kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via www.eenakterhapert.nl. Het cabaretduo Schudden is op zaterdag 16 april weer te gast in Den Hert in Bladel met de nieuwste show Noorderzon. De laatste 2 voorstellingen van Schudden werd beide genomineerd voor de cabaretprijs De Polifonario. Kaartjes kun je reserveren via www.denhert.nl. Het begint om 8:30 s'avonds en de entree is 15 euro. Op zondag 24 april kunt u een kijkje gaan nemen op de 22e jaarmarkt in Steensel. Naast vele kramen met diverse koopwaren zorgt organiserende Gilde Sint Lucia ook altijd voor vermaak op het dorpsplein. Dit jaar is er een primeur met Wipeout Skywing, de stormbaan van 2011. Dit alles is tussen 10 en 5. In de kerk in Reuzel kunt u op vrijdag 22 april luisteren en kijken naar het Kempisch Kamerkoor uit Reuzel. Zij brengen dan onder leiding van hun dirigent Kees Wouters een van de monumentaalste werken van Johann Sebastian Bach, dat stevig rond de paastijd wordt uitgevoerd, de Johannes Passion. Dit concert begint om 8:30 s'avonds en de kaarten kunt u bestellen via www.kempischkamerkoor.nl. Bekende Nederlandse topbands maken weer een opwachtingen tijdens Neterpop 2011. Naast toppers als Bluff en Ellen Clark kun je ook genieten van Monks Avenue, de Corona's en de Blaze of Glory. De aftrap wordt gedaan door de regionale band Audio Mind. Of er nog kaarten beschikbaar zijn, kun je zien op www.neterpop.nl. Mijn Broer Zijn Broer,
geeft op vrijdag 22 en 29 april en op zaterdag 23 en 30 april een aantal avondvullende benefietoptredens in Cultureel Centrum Den Hert in Bladel. Hein en Mark van Ekert hopen weer veel bezoekers te mogen ontvangen, zodat ze iedereen een gezellige avond kunnen bezorgen met veel ambiance tijdens en ook na de shows, door middel van live muziek of een DJ. Als je meer wilt weten over de kaartenverkoop, kijk dan op www.mbzb.nl. Ik wens u alvast veel plezier tijdens uw bezoek aan een van onze tips. Heeft u ook een tip voor de uitagenda, stuur die dan naar deuitagenda@campertv.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!